vind je op voorhand weet je dat dit geen makkelijke wedstrijd gaat worden. En dan begin je heel behoorlijk. Maar ja, daarna gaat het ineens heel snel. Ja, dat klopt. Ja, we hadden natuurlijk zware personele problemen vandaag. Ik benoem het nooit zo graag, maar in dit geval, ja, als je 9 man mist, waarvan 6 basisspelers, is het natuurlijk wel, ja, gewoon een triest feit, zeg maar. Dat je weet van oké, okay, dan moeten we naar zet uit, het wordt moeilijk. Nou, ja, als je dan redelijk begint, maar dan ja, in 2 minuten weer 2 goals tegen krijgt. En vooral ook de manier waarop de eerste natuurlijk, de corner waar het al zoveel over gaat. Vandaag voor een andere organisatie gekozen, een zonnedekking. Ja, dan valt het dan gelijk in, dan kan je met z'n allen wel door de grond zakken. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je dan op een gegeven moment op de bank ook denkt, ja, wat moet ik hier nog gaan doen? Natuurlijk probeer je altijd weer. Dus we hadden nu voor een nieuwe organisatie gekozen. Dat was prima voorbereid, prima betraind. Iedereen wist zijn job, maar ja, toch vergat één iemand zijn job. En daardoor vliegt hij er helaas gelijk in. En dat is, ja, ook de fase waar we nu zitten. Volgende halve kans is het doelpunt. En de volgende bal gaat binnen kapaal. Had Stijn nog geen bal gepakt, zeg maar. Daar kon hij ook niks aan doen. Ja, dat is zuur. Ja, dan zie je ook wel dat het Bendaal best wel veel doet. Want daarna waren we het wel aardig kwijt. Je ziet echt iets knakken in de ploeg, ja, hè? Maar dat is ook logisch natuurlijk. Als je ziet zo'n corner waar het van je over gaat. Het zelfvertrouwen is minder. Als je dan ook, ja, zonder dat je het gevoel hebt van hey, we worden nu overlopen, alweer 3-0 achter staat met elke kans die binnenvliegt. Ja, dat is een mentaal verhaal, dat is duidelijk. En dan snap ik, ja, dat is niet goed, maar dan snap ik ook wel dat tot de rust eigenlijk een probleem is. Ja, wat zeg je dan in de rust tegen zo'n groep? Nou, rustig gebleven. Al vooruitgedacht naar volgende week. Qua wissels, fysiek en mentaal, zeg maar. En dan vooral ook benadrukken dat we toch daar waar kan, moeten blijven voetballen. Zeg maar, de 3-0 is een beetje exemplarisch voor ons. We schieten die bal eigenlijk weg. Terwijl dat doen we normaal niet doen, zo'n bal. Dus er was eigenlijk niks aan de hand. Ja, en dan komt daar de 3-0 uit. Dus we moeten ook nog wel blijven vrijlopen en voetballen. Als we dat ook niet meer gaan doen, dan krijgen we het heel moeilijk, zeg maar. Dat is een van onze kwaliteiten. En ik snap wel dat het altijd de risicoafweging is en mentaal lastiger is. Maar we moeten dat wel blijven doen. En gelukkig hebben we de tweede helft nog enigszins gedaan. En in ieder geval met elkaar de energie blijven insteken in verdedigen en duels pakken. En met die tweede helft, daar kun je dan weer je hoop uitputten. Ja, zeker. Gelukkig wel. Want dat is natuurlijk best wel ook mentaal heel zwaar. En dan staan ze wel weer gewoon goed op het veld en doen ze hun ding. Dan creëer je zelf nog een mooie kans, geeft niet zoveel meer weg. Dus kun je daar nog, corners werden daar goed verdedigd, dus daar kunnen we daar ook nog wat mee. Dus daar valt gelukkig wel wat winst uit te halen in de tweede helft. En je moet dan nu door die blessures een beroep doen op spelers die wat minder aan spelen toekomen. Het is voor die jongens natuurlijk ook heel moeilijk om in zo'n ploeg in te passen. Ja, super moeilijk. Kijk, aan de ene kant goed, want sommigen wachten al heel seizoen, zoals Benita, om een keer in de basis te starten. Dus dat is hartstikke fijn aan de ene kant voor hun. Aan de andere kant, ja, als je in een elftal wat moeilijk draait, mentaal lastig heeft, dan is het heel moeilijk om daar inderdaad ook voor jezelf een goede prestatie neer te zetten. Dus daar neem ik ook niemand in kwalijk. Vorig jaar hadden we ook een hele moeilijke fase. Toen creëerden we net op tijd het momentum om ons veilig te spelen. Dat moet eigenlijk nu weer gebeuren, tegen RKC om te beginnen. Ja, nee, dat is duidelijk. Vorig jaar hadden we dat op het Cambuur. En nu hebben we het RKC. Nou, we hebben net al inderdaad jongen alle geblesseerden waren ook. Dan heb ik in één keer een hele grote selectie. Ja, daar hopelijk komen daar volgende week 2, 3, 4 jongens van terug. Misschien moeten we hier en daar wat risico nemen. Normaal ben ik er niet van, maar dat is wel wat er gevraagd wordt volgende week. Dat hoort ook bij profvoetballers zijn. En dan moeten we met elkaar, ik was blij met hoe het publiek vandaag op de ploeg reageerde. Ook ondanks de 3-0 en ondanks de 4-0 bleven de club en de spelers toejuichen. En ik snap dat soms moeilijk is. Maar het is juist heel belangrijk dat we nu met elkaar, op zijn Excelsior manier, zeg maar, elkaar steunen. Want ja, wij vinden het net zo erg als hun. En wij, je gaat mee naar bed, je wordt er mee wakker. Dus je doet er alles aan. Dus dat betreft hebben we volgende week gewoon een kolkend Woudestein nodig. En dan hoop ik dat extra steuntje kan geven, want dat hebben we nodig op dit moment. Top.